Goeiemorgen jullie en welkom hier bij Found Space en ons keer vandaag bij de Mara Kloof hier so in die Klapmuts area. En ons praat vanochtend hier met de boer in die Boland. Ons het hier so van Jaco hier bij ons en ons gaan vandaag een beetje praat oor hierdie blok wingerd bij waar ons nou staan. Het een rijk geschiedenis en ons gaan vir julle een beetje meer vertellen van hom en wat hulle als gebruik om hierdie wingerd succesvol te maken. Jaco, goeiemorgen, hoe gaan het met jullie? Morgen, ik kan niet klaar nie, is dan een beetje warmer vanochtend als vroeger. Ja, ja, hier tijd van die jaren is die Boland lekker koud. Zeg van mij, ons staan bij hierdie blok wingerd, dit is Bosstok. Bosstok, ja. En hierdie Bosstok het een baie rijk geschiedenis. Kan je van mij een beetje meer vertellen waar vanaf kom hierdie land? Goed, hierdie Bosstok is aangeplant volgens Salvis in 1961. Dit is oorspronkelijk gepland op een vroegere racesbaan. Dit was eerst die eerste racesbaan in die Kaap geweest, nog lang voor Kenilworth. Was hierdie, die feit dat die grond zo so gelijk is, een racesbaan. En toen Kenilworth gebouw wordt, toe besluit die grondeienaars om die wingerd aan te planten. So nou sit ons met een Shannon Blank blok van 1961. Oké, okay, en zeg van mij, in die zomer het jullie even hierdie blok een baie besonderse naam. Ja, in die zomer die wijnproducenten wat bij ons hierdie specifieke blok aankoop, het die wijn gedoop dubbelkie in hulle reeks. En dis omdat hier so erg baie dubbelkies in die rijen staan. Ons maak altijd die grap en sê die paarspanne moet met nieuwe skoene hier kom snij as gevolg van die klomp dubbelkies wat in die rijen is tussen die stokken staan. Nee, ek weet, want voor alles een trekker ook betek hierdie loop, as jy nie hoe tel hy dubbelkies op, ja, denk jy, nee, hoe dat kan dat tyre aan, stijf bly met dit. En jylle, hier was ook een klomp klippe wat jylle, ja, hier uitgerei het. Toe ons begin te plant het, of toe die vorige eienaars, of die eienaars begin te plant het hier, het hulle dynamiet gebruik om die grond, die klippe uit te skiet. En omdat daar nog die trekkers was, het hulle myle en donkies gebruik om, en met rieme, basis al die klippe uit die land uitgetrek, so dat hulle kon aanplant hierso. Dit is baie interessant. Ek nie baie dankie, en ja, baie interessant om te hoor van hierdie besonderse blok, wingerd die Bosstok wat hierso staan. Dat sê julle, dit is nou hierso van de Mara Kloof af, hierso in die Klapmuts area, tot ons mekaar weer sien. Farm Space, tot ziens.